Goed, dit is het tweede deel van de screencast over het 24e boek van de Ilias, het beginpassage. Je hebt hier onderaan weer de QR-code staan van de Quizlet. En mocht je de PDF-file van deze uitwerking hebben, mocht ik je die gestuurd hebben, dan werkt deze zowel via de ingestelde code of als link in deze muis. De Quizlet is handig om nog even wat woorden te oefenen. Ik ga hier snel aan beginnen aan deze tekst, want het zijn 17 versen en ik ga er snel ook doorheen, zodat je het in zijn geheel ook weer snapt. Het is de reactie van Hecabe op het voornemen van Priamos om het lijk van Hector te gaan halen. En het begint dus met Hos Fato. Zo sprak hij Cocusen de Gunet en zijn vrouw: ik pak je deze Aoristus ingressief. Dus zijn vrouw begon te jammeren. En zij barstte in jammeren uit. En zij antwoordde hem met het woord. En dan begint ze natuurlijk te klagen met ach en wee. Ach wee, ach arme ik. O mooi, ach wee arme ik, wee mij. Bij de teufrenes oigonto. En waar ging voor jou, letterlijk, het verstand naartoe? Waar ging jou het verstand naartoe? Ook in het Nederlands is misschien niet helemaal correct. In het Limburgs kun je dit zo zeggen. Hij stopparos per eklee enzovoorts. Het verstand, heis, hetzelfde als heis. Waardoor jij, toparos, vroeger eklee befaamd was. Waardoor jij vroeger befaamd was. Heb anthropos xainus bij vreemde mensen, bij buitenlandse mensen. Erde hoi sin anassais. En ook bij de mensen, en dan heb je hier een dativus over wie jij heerst. Dus dat bij hen is hier in de vertaling weggelaten. En ook over hen, bij hen wie jij, over wie jij heerst. Nou, pos etelais epine as achaion. Nee, as achaion, epine as achaion is al heel vaak voorgekomen. Eltemen. Een Homerische infinitief is op een men. Oios, andros is al of talmoes. Nou, ik begin maar eventjes met poos etelijs. Hoe wil jij? En dan pak ik dat oios erbij in je eentje. Alleen. Eltemen komt natuurlijk van ergomoi. Gaan epine as achaion naar de schepen van de Grieken. En dan ook nog eens een keertje as of talmoes. Andros, dus hier Andros even naar voren geplaatst, letterlijk naar de ogen van de man. En welke man is dat dan? De man Hostoi Polias, de Kai Eslus, Wieas. En dat Wios in Homerus heeft heel veel verschillende vormen. Hier heb je weer Wieas. Wieas is hetzelfde als Wieas of Wius, ex anarixe. Nou, die. Toi voor jou, net zoals hier, hè, toi voor jou. Toi is namelijk soi, polia's, velen en edele via's zonen gedood heeft. En siderion nu toi etor. Nou, nog een keer toi, mocht je het nog niet weten. Toi is soi. Aan jou nu is een ijzeren hart. Jij hebt een ijzeren hart. Je snapt er niks van. Eigar, s'airese, kan je ijs op z'n taai. Nou, eventjes die werkwoorden erbij pakken. Hairese, en s op z'n taai. En hier ook elee, en zometeen ook aidese taai. Zijn allemaal vormen met een sigma in zit, zonder alfa, zijn dus futura. Want als hij jou zal pakken, en dat gaat over Achilles natuurlijk, als hij jou zou pakken. Pakken, zal pakken, 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 hoezo pakken, pakken, hebben wij het ooit over pakken? Ik bedoel pakken in de zin van pakken, nee, geen pakken, nou, dan wel pakken. Het is heel flauw, ik hou ermee op. Want als hij jou zal grijpen, zo je wil, als je het woord pakken wil vermijden, kai es op se tai, en zal aanschouwen, of hij zal zien, of tal mooi zin, is een dativus, met zijn ogen. O meestes kai apistos aner, hier komt het onderwerp, de bloeddorstige en de trouweloze apistos aner, man. Nou, dan zal hij, Elias, hij
dan zal hij geen medelijden hebben met jou. En Oedetische uit deze tijd nog steeds zit dat futurum door. En geen zins zal hij ontzag voor je hebben. Oedeti hoort bij elkaar en in geen enkele, op geen enkele manier. Ik zie nou dat ik hier M geen zins, maar dat moet natuurlijk N geen zins worden. En in de PDF die hierbij hoort, is dat bijgewerkt. Hoor, dus daar, als je de vertaling krijg je dus gewoon met een N erin. T geeft hier een accent, komt natuurlijk door het accentloze se wat hier staat. Nu de klajomen, en nu zien we hier omen, hebben we dus te maken met een conjunctivus, en in dit geval in een hoofdzin, dus laten wij nu klagen. Laten wij nu klagen, anuiten, ver weg. En bij die wij hoort in de nominativus nog hemenon, hemenoi, zittend, en megaroi, in het megaron. Eigenlijk is dat het binnenste deel van het paleis, dus het is een soort van metonymia waar je het hier mee te maken hebt, maar zittend in het paleis als vertaling is prima. Dus in plaats van dat jij moet gaan, laten we nou alsjeblieft gaan klagen in het paleis. Toi de hoos spot die moira krataye, en daar hoort die moira krataye, dat is het onderwerp hier. Potti is hetzelfde als puu, en kun je dus vertalen met dunkt me. Zo spon, dat is epenese. Zo spon het krataye moira, het sterke lot, toi voor hem. En nu heb ik hier over giknomenoi en linoi. En dat is allebei wel datiefs, maar in het geval giknomenoi hoort bij toi, terwijl hij geboren werd. En dat andere, linoi, is een bepaling, die hoort bij dat spinnen. Zo spon, dunkt mij, het sterke lot voor hem, namelijk Hector, giknomenoi, terwijl hij geboren wordt, linoi, met een draad, en terwijl hij geboren werd, wordt nog eens een keer extra uitgelegd door Hotemin Tekon Aute. Tekon, natuurlijk van Tikto, Aoristus, toen ik hem zelf baarde. Nou, zo, dat host, dat wordt uitgelegd in dat Archipodas Kunas Assai, daar is eigenlijk een soort van ACI, waar Hector uit weggelaten is. Dat hij de Argipodas, de snelvoetige honden, Asai, verzadigde. En nu draai ik het even in elkaar, zodat de laatste zin hier ook nog onder kwam. Kan heon apanuite tokeo. Nou, dat heon is even misselijk, want je zou kunnen denken eon. Komt van Aimi, hier is het heon, zijn eigen ouders, hoort dus bij tokeon, ver weg van zijn eigen ouders, dus het is van belang dat je op de spiritus let, en bovendien kan die hier ook niet aansluiten bij een nominativus, want Hector staat hier niet in de nominativus. Dus ver weg van zijn eigen ouders. Kom ik aan de laatste paar versen, waar namelijk ver weg bij zijn eigen ouders, para andri krateroi. Zuiver officieel zou je moeten vertalen bij een sterk man. Er wordt vaak vertaald bij een wreed man of bij een bloeddorstig man, om dat nog net iets aan te dikken, maar in feite staat er alleen bij een sterk man. En dan komt er een beetje een rare bijzin, ingeleid door toe. En ook nog eens een keertje met egoemi, met een optativus, en zometeen ook nog genoito als optativus. Bij een sterk man, toe, van wie? Ego, ik. En letterlijk staat er dan, zou hebben te eten, want deze estemenai is een Homerische infinitivus op menai. Dat zie ik aan die epsilon die hier staat, dus estemenai. Zou kunnen opeten, zou hebben te opeten, zou kunnen opeten. Prosfusa is mijn tanden erin zettend, is vrouwelijk, hoort dus bij ego, vrouwelijke nominativus. En dan staat er letterlijk de middelste lever, het midden van de lever, de kern van de lever. Dus bij een sterke man, wiens lever ik met mijn tanden erin tot de kern zou kunnen opeten.
vertaal ik niet precies wat hier staat, maar wel exact wat de kern van deze zin is, hè, wiens lever ik volledig zou opvreten. En dan tot de genoito antita erga, dan zouden er, dus die an die hier staat, had ik eigenlijk los moeten zetten, die hoort bij genoito, dan zouden er vergeldingsdaden gebeuren, paidosemu, van mijn kind, voor mijn kind. Dus dit an hoort bij genoito. En hier is die blauw, maar in de PDF is die gewoon turquoise. Nee, is die gewoon fuchsia. Epei u kitsobenoige katekta. Nou, katekta is een vervelende vorm van katakteino, dus doden, omdat hij hem niet gedood heeft. Omdat hij hem niet gedood heeft, kakitsomenon. En dit is een accusatieve soort bij zich lafgedragend, dus zich niet lafgedragend gedood heeft, maar hestaotta, hestaotta is hetzelfde als hestota, dus staande, maar staande protroon voor de Trojaanse, en dan een heel bizar epiteton, de batu kolpon troiadon, de diep gewelfde Trojaansen, de diep gewelfde Trojaansen. Nou, stel je dan maar bij voor wat jij zelf wil. Komt een beetje neer op met mijn waldhoorn tussen jouw Alpen. De diep gewelfde Trojaansen. Dus, maar staande voor de Trojanen en de diep gewelfde Trojaansen. De Trojaansen met de prachtige boezem, zo je wil. Ik heb er geen verstand van, maar stel je er maar iets bij voor. Ute fomo memnemenon. Nou, memnemenon hoort nog steeds bij he. Dus bij he horen drie participia. Kakitsomenon, hestaot en memnemenon. Niet denkend aan angst en ook niet aan de vlucht. Dus nog denkend aan de angst, nog denkend aan de vlucht. En dan heb ik deze passage weer gehad. Vergeet niet even dit an ook daadwerkelijk turquoise te maken, om deze an plus optatives redelijk te kunnen vertalen, namelijk als potentialis. En dan ga ik binnenkort verder met het volgende deel.